De opstand tegen het Spaanse Habsburgse gezag had grote gevolgen voor de steden in de Nederlanden. Bijvoorbeeld voor de stad Antwerpen. Nou, en daar gaan we in deze video eens naar kijken. Want in de praktijk was die Nederlandse opstand vooral een oorlog tegen en uh, van steden. Het waren steden die zich stuk voor stuk uh, opstandig verklaarden, die dus de kant van Willem van Oranje en de opstandelingen kozen. En het waren dus ook steden die stuk voor stuk door Spaanse legers uh, omsingeld werden, belegerd werden, uitgehongerd werden. Hier zien we bijvoorbeeld het beleg van Haarlem voorbij komen, maar je kunt ook denken aan Leiden, aan Alkmaar en zo zijn er nog veel meer steden... En waar de ene stad zo'n belegering succesvol doorstond, werd de andere stad uiteindelijk weer ingenomen door de Spanjaarden. En Antwerpen is bijvoorbeeld zo'n stad die bij die laatste categorie hoort. In 1585 valt Antwerpen in Spaanse handen. Antwerpen had zich solidair verklaard met de opstand, had zich tegen het Spaanse gezag gekeerd. Maar zoals we hier op de afbeelding ook al zien, trekken de Spaanse troepen de stad Antwerpen binnen. Ja, en dat is wel een klap voor de opstandelingen, want Antwerpen was dus veruit de rijkste en belangrijkste stad in de Nederlanden. Maar de opstandelingen hadden één troef achter de hand, en dat was namelijk de monding van de rivier de Schelde, die levensader voor die Antwerpse handel. Want die rivier de Schelde die liep ook nog door opstandig gebied, en uiteindelijk sloten de opstandelingen de rivier de Schelde dan ook af. Daardoor kon er nog nauwelijks een schip de Antwerpse haven in of uit, en uiteindelijk leid dat tot minder handel in Antwerpen. En uiteindelijk leidt dat samen met het feit dat er ook gewoon een heleboel protestantse Antwerpenaren zijn, tot een grote uittocht van kapitaalkrachtige Antwerpenaren die naar de noordelijke gewesten trekken, met name naar Holland. Binnen enkele jaren loopt de bevolking van Antwerpen, die 100.000 inwoners bedroeg, met tienduizenden inwoners terug. En uh, uiteindelijk verliest Antwerpen daardoor haar stapelmarktfunctie en neemt Amsterdam die positie van Antwerpen over. Ja, dit moment wordt door velen ook echt wel gezien als het startpunt van de zogenaamde Gouden Eeuw van de Nederlandse Republiek. Want dit is 1585, de opstand is dus nog steeds bezig. En drie jaar later, in 1588, besluiten de Noordelijke Gewesten om een onafhankelijke republiek op te richten. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Nou, die zal dus een Gouden Eeuw ingaan, want die republiek die ontwikkelt zich tot een handelsgrootmacht met een wereldwijd handelsnetwerk. Nou, en hoe dat verder zit, daar zal ik in volgende video's op terugkomen.